Linus Dijkhuizen de 1-2 valt in de blessuretijd, dan zou het wel een beetje de moed in de schoenen, kan ik me voorstellen. Ja, zeker. Want ja, ik kreeg mijn godsgraas, ik kreeg 5 minuten bij, dat vond ik eigenlijk al te weinig, want ze waren een tijdje aan tijd trekken. Ja, en dan maken hun in de 5 minuten van blessuretijd die winnen. Dus die stellen hier de overwinning in hun eigen gemaakte blessuretijd. Dus dat is ja, bijna zuur, kan je niet verzinnen. Nee, want er gebeurden allerlei dingen in die laatste minuten met rare wissel. Ja, die vierde man liep een beetje te klooien. Die wist het voor mij even niet meer. Dus die, ik weet niet wat hij allemaal aan het doen was, maar dat duurde allemaal heel lang. Dus het vertraagde heel erg. Ja, dat is niet anders. Ja, wat voor ploeg tref je dan aan in de kleedkamer? Ja, zoals je zelf ook. Weet je, het was een mokerslag. Stil. Wat frustratie natuurlijk. Ja, dan kom ik keihard aan. Ja, die jongens trainen keihard ervoor. En dan krijg je hem toch weer tegen. Zeg maar, terwijl je vandaag voor mijn gevoel behoorlijk aan het verdedigen bent. Druk zetten was goed. En alsnog krijg je 2 goals tegen. Dus er kleeft iets aan die ploeg wat... ja, wel heel, heel frustrerend en heel moeilijk weg te halen is. Ja, want tot aan de gelijkmaker stond het eigenlijk best goed. Ja, dat gevoel had ik ook. En dan zomaar valt hij dan. Wel een vrije schietkans op de 16, dus dat was wel slecht gewoon. Dus ja, daarna kregen we wel een hele grote kans met Omerson op de 2-1. En dan heb je het gevoel, nou ja, we spelen in ieder geval gelijk, maar misschien winnen we hem nog. Maar dat ging helaas anders. Nee, het gelijkspel was wel verdiend geweest, maar daar koop je achteraf. Nee, daar koop je niet voor. Dat was inderdaad terecht uitslag geweest. Want wij waren vandaag gewoon aan de bal niet goed genoeg. Om heel veel kansen te creëren, wat we normaal meer doen. Dus dat was het probleem aan de bal. We worden niet beloond. Sterker nog, ja, je krijgt de diks op je neus. Dus die komt heel hard aan. Ja, heel frustrerend ook deze. Ja, deze is heel frustrerend. Ja, ja die gaat nog even doordreunen. Ja. Luigi Bruins viel uit al vrij snel. Wat is er met hem? Ja, weet ik niet. Dat tik in zijn kuit. Of schoot in zijn kuit, weet ik niet. Dat heb ik nog niet gecheckt. Dus geen idee. Positief daarvan was dat Julian Baas wat meer minuten kon maken. Die maakte een goede indruk. Ja, vond ik wel. Hij heeft goed gedaan. Hij had lef, goede duelkracht, goede dynamiek. Dus Jules is een interessante jongen, heeft zich bewezen sinds de voorbereiding. Nou, was al een keer gedebuteerd, nu mocht hij wat langer spelen. Ja, wie weet staat hij volgende week al in de basis, Luigi niet haalt en Mats is er waarschijnlijk nog niet bij. Dus dan is hij in die pickorder de volgende die gaat spelen.